Ik ben eigenlijk niet druk, hè. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Nope. Mijn naam is Laura. Mijn naam is Laura. Mijn naam is Ieze. Mijn naam is nope. Anna. Mijn naam is Safi. Mijn naam is Anna. Anna, doe jij lang krachttraining of niet? Nee. Nee? Ah, vandaag wel. Voor jou. Oh, shit. Damn it. Wie als laatste het gewicht loslaat, die wint. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Mag je wens met mijn hand? Het gewicht zal je moeten vasthouden met twee handen. En hoe ga je dan filmen? De redactie heeft gezegd dat Michiel niet meer doet. Jaapia, filmen! Jaapia! Iedereen is onderweg naar de gym. Anna heeft helemaal niets door. Wij gaan vandaag de hele tijd hoesten tegen Anna, zonder dat zij het door heeft, tot zij iets door heeft. Anna! Oh, heb je al gehoord? Anna, dat is het verkeerde gewicht. Stop daarmee. Alsjeblieft. Anna, kom daar nu af. Anna, kom daar af. Anna, kom daar nu. Dat is goed. Oh, Anna, ben je woest? Jee! Oh. Ik ben wel gevoeld, hè. Sorry, hè. Hier hebben we. Wat? Pikpokker. Wat? Pikpokker. Alle gewichten hangen op mijn rug. Dus niet kijken op mijn rug. Oh, ja, die is voor Ize. De eerste valt eraf. Jij mag eentje grijpen van mijn rug. En... 1,25, ja. Dat is een chillen. Grijp maar. 2 voor Laura. Oh, 7,5 zit er nog in. 2,5. Hangt er nog eentje, of niet? Ja. 2. En 1 gewicht staat erop. Oh. Wow. Nee, ik heb 1,25. Huh? Ik had 1,25. Nee. Ik ben het vergeten. Ik heb het toch. Ik had toch 1,25. Moet je 2? Oh, het ligt hier nog heel op de grond. Anna, dat is niet van jou. Nee, dat is niet waar. 7,5. Nee, maar dat is niet waar. Ik had ja. Anna. Ik heb dat net gezegd. Ja, kan naar mij. Ja, ik zie dat je luistert. Ja, je kan naar mij en hij zei, Anna, geef me dan een lijkt dat ook niet. Oh, ja, please. Loop je nu mee of wat? Ik ben neutraal. Blad, steen, schaar. Blad, steen, schaar. Maar geef mij maar 7. Oh, wow, je bent wel sterk. Is dat met... Wat? Wil jij filmen, Jaapie? Ja, is goed. Jaapie gaat filmen, sorry als hij kwaliteit wil. Yo. Anna, wat doe je? Hij is vast. Oh, ben ik ook jury? Ben ik ook jury? Ja. Anna, laatste waarschuwing. Eerste challenge. Allemaal op één lijntje. Oké, en allemaal 10 keer springen. De volgende. Naar voren en opzij. Naar voren en opzij. Anna, waarom sta jij weer niet op de lijn? Allee. Dat is ja. Zeg, dat is nog vermoeiend in mijn handen zweten. Ah, je ziet ook geluid. Hallo. Oh, zit er mag niet. Het is niet. Hallo, het is mijn Anna. Ik weet iets leuk. Ja. Ik zal mij gaan verstoppen wie laatste mij vindt. Ja, ik ben eens benieuwd. We zijn hier met 6 personen. Hij gaat verstoppen dat hij hem niet vindt. Dus... Oké, ik weet denk ik wel iets leuk. Ik ga mij gewoon hier in het hoekje stellen. En ze zijn daar. Oh, hello hè? Anna, stil. Ik hoor stemmen. Gevonden. Ja, ik heb dat gevonden. Michiel is laatste, Michiel moet erin. Oh, dat papiertje op zijn rug. Ik heb dat aan, 30 kilo. Er gaat nog papier op mijn rug. Dat betekent dat jij in de challenge van blijft, maar je moet 30 kilo dragen. Sinds wanneer bepaalt zij de regels? Ik weet niet, hoor. Ik vind dat zij... Zit ik één waarschuwing? Ja, Anna, 30 kilo. Ja. Eén gewicht wisselen bij Anna. Anna, ik was er. Ja, ah, ja, ja. Oké. Was Michiel er al niet uit? Was ik eruit? Wie mij als laatste vond... Oh, hey! Let op uw woord, hey! Celine, zij boven. Wie als laatste jaap je vindt is... Doe maar replay, echt waar. Hij gaat verstoppen dat hij nu vindt is.
Maar wie is er hier de baas vandaag achter de camera? Hij doet het wel best goed, Sventi. Er zijn achter ons drie deuren. 1, 2, 3. Jaapie die gaat hier langs deze kant de deur kiezen. Wij moeten langs de andere kant raden aan welke deur Jaapie staat. De mensen die na drie pogingen Jaapie nog niet gevonden hebben bij de juiste deur, liggen allemaal uit de challenge. Nu echt? Oh. Wat nu echt? Daarnet zei je gewoon anders. Echt waar. Ja, maar dat had niemand gehoord. Daarom zei ik dat jij de challenge eigenlijk moest verlaten. Ja. En omdat er nog een briefje met maar nu is het terecht. Maar Anna, we geven Michiel een tweede kans. Ja. Net als jij 17 kansen kreeg. Echt, hè? Wow. Ik vind het echt niet leuk, hè? Wat vind je niet leuk? Nu dat niet meer, hè? Pas op voor die camera, joh. Pas op. Ik ga nu bij deze deur staan. Kom maar. Jij mag bij die deur gaan staan. Kom maar! Ja! Yeah! Mij is weer aan de zes staan. Nee, Celine. Dat past beter op de kamer. Ah ja, beeld. Wow. Dat is toch zo? Ah ja, dat is toch zo? Het is goed, doe maar. Oké, raad maar waar Celine staat. Oh. Er zijn hier drie toiletten. Jaapie gaat zich verstoppen op een van de drie toiletten. We hebben ook drie kansen om binnen te gaan in het juiste toilet. Oké? Okay? Jaapie? Ja. Jij filmt ook naar de voorkant. Oké. Okay. En is de hele ruit de laatste? Ja, hetzelfde als nu. Ik zit in het toilet. Jullie moeten dus een kant kiezen. 3, 2, 1. Ja! Dus Laura en Celine moeten nog. Chokies! Chokies! We moeten Anna moest maken. Dus jij kan zeggen, Anna stond toch niet bij jullie? Ah ja. Dat is wel eraf. Oh, ze kiezen allebei een andere deur. 3, 2, 1. Allebei mis! Allebei mis! Allee. Oh, en Anna? Ja, alleen Celine en Laura hebben een deur geopend. Anna, stond jij daar juist ook? Stond zij daar? Nee, toch? Bij Isa en Michiel. Zijn dat zeker? Ik heb dat niet. Maar kom. Ik denk niet dat Anna daar stond. Ik stond achter Michiel en Isa, kom. Bij de juiste kant. Daar. Ja, maar dat kan je nu wel zeggen. Welk van de drie deuren kiezen ze? 3, 2, 1. Oh! Mama, jij zegt dat ik bij die moet. Maar ik dacht dat. Dus eigenlijk lig ik eruit door jou? Zo, ik dacht dat ze. Ik zei, ik denk dat hij bij de meisjes zit. Waarom luister ik ook naar Anna? Anna, heb je dat opzettelijk gedaan? Hier, gewicht op je teen. Dat is toch niet mijn bedoeling? Ja, dat zegt je nu. Ik wens je nog veel succes in de challenge! Dank je. Psych! Attentie, attentie! Ik heb net een telefoon gekregen van de redactie. We moeten allemaal terug naar de gym en iedereen moet het dubbele nemen van wat we nu hebben gehandeld. Dan ga je naar bovenaf rond de 10. A few moments later. Anna heeft 2x10, ik heb 2x12 gehad. Mij, sterk. En ik heb ook 2x10. Oké, okay, Laura, hoeveel heb jij? 10. Goed zo, oh, je bent goed. Anders nu heb je de trappen omhoog stappen en terug. Nee. Ja. Anna gaat al vertrekken, naar beneden en terug. Mag doe opnieuw, ik heb niet goed gefilmd. Anna is wacht. Terug. Nee, ja, ik heb niet goed gefilmd. Ja. Dat is waar. Maar doe wel opnieuw, want ik heb niet gefilmd. Ik ga van beneden filmen. Of nee, doe allemaal samen. Ja, doe allemaal samen. 3, 2, 1, start! Iedereen samen op de trap. Lukt het nog? Kom. Kom aan, iedereen samen. En... goed zo. Oké, stap maar door de deur. Dit is veel te erg voor Anna. We moeten wisselen van gewicht. Ja, perfect. Ja. Mag ik wisselen met Anna? Ja, we mogen wisselen. 10 kilo wordt 5 kilo. Oké. Okay. Groot verschil, ze kan weer wachten. Ja, Anna is nu wel niet met dat gewicht van de trap gesteld. Dus eigenlijk moet Laura van de trap staan. Samen met Anna. Geen probleem. Laura is mist aan het worden. Ja. Oei. Oh, op de aandacht zijn gekeken, dat ik gewoon zo vast van zijn. Maar ja, wat? Dat is een challenge. Oh. Nee. Ja, maar... ze wisten dat. Aandachtige kijkers, ik ben de jury.
Ize. Nee, maar... Ja, wat? Jawel, hè. Ik wil... alles gehoord. Ah ja, ze heeft het gehoord. Dus... Kom, maar dat vind ik niet erg. Ja, Ize, wisselen. Kom, hup. Je... Wisselen? Wow. Mike, in de plaats van dit, hè? Ja, dat mag. Oh. Maar ze zegt ook niks, hè? Anna is stil. Voor de finale moeten we Anna helemaal wegmaken. Maar dus nu staan ze alle drie op rij. Kunnen we eigenlijk eerst iets stoms aan haar maken of zo animateren? Maak ze ook iedereen anders opvallen. Wat moet je wel natuurlijk doen? Hoop blijven staan. Ja, hij gaat het zo lastig mogelijk maken voor je. Als je binnen de 10 seconden de challenge verlaat, krijg je het terug. Anders gaan wij lekker op! Ik ga eigenlijk niet meer lang. Pizza eten op jouw kostuum. Echt, hè? Amma, Anna, Chantal, Amma, we hebben een finale! Het is tijd voor iets moois. Succes. Ik zal van dichtbij komen filmen. Anna op de lijn. We gaan een cirkel maken. Hier moeten jullie staan. Zie ik daar drank? Oh, heerlijk water. Waarom ik niet? Mag ik alsjeblieft ook eens? Ik wil ook eens drinken. Jullie mag drinken. Oh. Oei. Oh. Ah, jij wou toch drinken? Nee. Michiel is gewonnen. Nee, dat kan niet. Jawel, ja. Oh. Nee. Hij heeft zoveel pijn dat hij zelf niet meer kan lachen. En ik word geschot op mijn voet. Maar Anna is wel verloren, volgens mij. Een eerlijke stemming. Wie stemt dat Anna de winnaar is? Oh, kom aan. Alsjeblieft. Wie stemt dat Michiel de winnaar is? En Michiel is de winnaar van deze challenge. Wow. Anna, dat is toch eerlijk? Oh. Anna, je kunt toch volgende keer winnen? Nu ben ik los. Volgens mij is ze echt goed. Oei, wat is dat? Anna, ik heb wel een troostprijs voor jou. Je helpt? Nee. Snoepjes! Delen! Deze is voor mij! Iedereen heeft hier lekkere snoepjes. Lekker. Celine? Nog eentje. Dank je. Anna. Heerlijke snoepjes. Anna, we gaan de outro filmen. Wil je even daarbij gaan staan? Voor de outro, wil je daar gaan staan? Dat is echt onbeleefd, hè? Oké, ik heb misschien de challenge gewonnen. Anna, we moeten stoppen met hoesten. We moeten jou iets vertellen. De titel van de video is Anna woest maken zonder dat ze doorheeft. It was at this moment. Ja, en het was Isa haar idee, hè? Hoezo? Nee. Het was Laura haar idee. Het was Laura haar idee. Het was echt niet mijn idee. Het was Michiel zijn idee, hè? Rustig. Ik heb de cameraman het scenario opgeschreven. Eigenlijk hebben wij er alles aan gedaan om jou boos te maken. Dat is super lang geduurd, dus wel respect voor jou. Ja! Want, dat moet er wel bij zijn. Dus Anna, super goed gedaan. Maar ik heb wel de challenge gewonnen, natuurlijk. Jullie bedankt voor het kijken. Nee. Ja, Anna, jij hebt het gewonnen. Wacht. Wie zegt er dat Michiel de challenge heeft gewonnen? Wie zegt er dat ik de challenge heb gewonnen?
en wij zien jullie gewoon in de volgende video. Anna.